Meneer Plat, u bent geïnstalleerd door de gemeenteraad van Rijsselholte als lid van de Rekenkamercommissie. Wat is precies uw taak? Mijn taak is als directeur, wat ik samen trouwens met mijn collega Marcia de functie ga vervullen, is dat wij de hulptroep zijn van de raad. Wij kunnen voor de gemeenteraad onderzoeken uitvoeren. Dus kijk je naar doelmatigheid, doeltreffendheid, dat zijn een beetje dure woorden, om te kijken naar efficiëntie en effectiviteit. En we komen wel onafhankelijk van onderwerpen. Dus we doen het in samenspraak met de raad, maar we zijn een onafhankelijk orgaan voor de raad. Ja. U neemt als het ware de financiën van de gemeente Rijsselholte onder de loep, zodat zij ook eventueel in de toekomst goede en verantwoorde keuzes kunnen maken. Is dit de eerste keer dat de gemeente Rijsselholte u aanwijst als lid van de Rekenkamercommissie? Ja, wij zijn nu net benoemd als lid van de Rekenkamer. De gemeente heeft wel eerder ook een Rekenkamer gehad. Daarin werkten ze samen met een drietal andere gemeenten. Maar de gemeenteraad heeft er nu voor gekozen om gewoon een eigen zelfstandige Rekenkamer te hebben die onderzoek gaat doen naar, zoals mijn collega zei, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het beleid van de gemeente. U heeft als het ware een hele ruime, algemene opdracht gekregen. Nou hangt iedere gemeente in Nederland het zwaard van Damocles boven het hoofd, want het ravijnjaar 2026 nadert met de rassenschede. Er moet fors bezuinigd worden door iedere gemeente, omdat ze veel minder bijdrage krijgen uit het gemeentefonds. Gaat u dat ook onderzoeken? Nou, eigenlijk bij ieder onderzoek wat we doen op ieder terrein is het natuurlijk wel een relevant thema. Het ravijnjaar brengt bepaalde onzekerheden met zich mee. En in die zin zal het ook in de verschillende onderzoeken die wij gaan doen uiteraard ook terugkomen. Ja, wat betekent dat voor de financiën? Wat betekent dat voor de keuzes die je als gemeente maakt? Dus, ja. Heeft u enig idee wanneer uw rapport klaar is? Dat kan nog wel even duren. Wij gaan eerst eens even goed koffie drinken hier meteen in het gemeentehuis. We moeten echt even iedereen leren kennen. We willen eerst even kijken van wat speelt hier precies? Waar kunnen we meerwaarde creëren? Ja, dat gaat het beste. En ook als het gaat om draagvlak, als je eerst eens even iedereen hebt kennis gemaakt. Dus laten we zeggen, halverwege volgend jaar verwachten we dat we eventueel tot het eerste rapport gaan komen. Welke ervaringen uit het verleden neemt u mee naar de gemeente Rijsselholte? Als het gaat om rekenkamerervaring zijn, kan ik spreken even voor mezelf. Ben ik al 10 jaar eigenlijk bezig met het uitvoeren van rekenkameronderzoek. Doe er ongeveer 20 misschien wel per jaar. Het is een heel het onderwerp over de revue gepasseerd. Maar je kunt me wakker maken s'nacht, bij wijze van spreken, voor het sociaal domein. Ja. Bij de term Rekenkamercommissie denken heel veel mensen, ach, het is een saai en niet sexy onderwerp. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik doe inmiddels 12 jaar rekenkameronderzoeken. Het is buitengewoon interessant. Het is heel mooi om ook gewoon op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de lokale democratie, aan de keuzes die door de gemeenteraad worden gemaakt. Het gaat over allerlei verschillende onderwerpen die relevant zijn voor de gemeente als organisatie en voor haar inwoners. Dus wij vinden het zeker geen saai onderwerp. En we gaan hier met heel veel plezier en energie mee aan de slag. Ik dank u wel voor uw reactie en heel veel succes. Dank u wel. En hetzelfde geldt voor u. Dank u wel.